Nu zijn we echt al dicht. Ik voel mij niet meer nu. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Ise. En jullie zien het misschien, maar jullie hebben allemaal heel veel stress voor de video van vandaag. Jullie hebben ook zaklampen, want wij gaan omgekeerd verstoppertje spelen en niet zomaar omgekeerd verstoppertje in het donker. Jullie moeten mij allemaal zoeken. Als je mij gevonden hebt, mag je bij mij verstoppen. Zo gaan we dus verder en wie als laatste overblijft, die verliest. Oké, duidelijk. Dat niet alleen, er is ook een clown. Oké, de clown die heeft twee taken vandaag. Als die jou tikt, kom je 3 minuten hier in de safe zone zitten. Maar mag je dus 3 minuten niet zoeken naar mij. Taak nummer 2, als iemand mij heeft gevonden, ga ik bellen naar de clown. Dan gaat de clown een papiertje oppakken met het nummer 3 op. Wat wil zeggen dat er nog maar 3 zoekers zijn. En als er maar 1 is? Als je nog alleen dan bent. Zal er staan 1. Dan heb je verloren en dan komt de clown jou achterna. Nee. Jawel. Dus als er een 1 staat, heb je een probleem. Eigenlijk ben jij echt veilig, ja, hè? Wie? Mag ik mij niet verstoppen? Clown, kom mooi naar jou, want dat is niet interessant. Ik heb het gewoon verstopt. Ik heb mijn telefoonnummer moeten geven aan de clown. Dat is yes, yes, yes. Voor we verder gaan met deze video, even een pauze. Want we hebben opnieuw een leuke samenwerking met Air Up. En deze flessen zijn nu dus ook beschikbaar, al een tijdje zelfs. Deze zijn heel hard. We hebben dus 4 smaken. En de smaak die wij gaan testen vandaag, die gaan we bepalen met een voetbalchallenge. Let's go. 3, 2, 1. Oh ja, dat was duidelijk. Celine heeft lemon. Daar is de pot. Hup, die gaat erover. Omhoog. Oh. Die is echt goed. Ja, sowieso. Ja. Oh. Sprakeloos. Het is aan jou, hè? Maar het is zo raar. Het is alsof er een smaak in zit. Maar het is gewoon water. Ja, inderdaad. Dat is echt raar. Jij mag rollen. Oh. Ja, we nemen die. Oké. Mango en passievrucht. Lekker. Citroen mag weg. Ja, wordt ingeruild voor passievrucht. En mango. Ik heb gewoon zoveel dorst dat ik alles ga opdrinken. Maar ik vind toch citroen lekkerder. Ja, ik vind citroen persoonlijk ook beter. Ja? Ja. Maar het is niet slecht. Anyways, wil jij zelf ook Air Up proberen? Dan kan het gewoon via de link in de beschrijving. En nu gaan we van het licht op het voetbalveld terug. Naar het donker! Naar het donker. Dus veel kijkplezier en bye! Hier hangt het dus. Er zijn momenteel 4 zoekers. Dat zijn jullie 4. Stel dat iemand mij vindt en die verstopt bij mij, gaat de clown dit geluid maken en kunnen jullie komen kijken en hangt hier nee, normaal kijken, hè. 3. Oké, okay. Tot 100 tellen, actie! 1, 2, 3. Het is hier echt gigantisch groot. Er is hier dus ook een clown en ik zie niks. Oh, dit is echt eng. Oh, daar loopt de clown, daar in de verte, maar ik ga hier naar links. Oh, dat is eng. 64, 65, 66. Oh, er is hier echt superveel. Is helemaal donker? Ja. Maar ja, dan mocht je dat niet gebruiken eigenlijk. Ja. Op de clown ziet u direct. Maar dat maakt niet uit. Het is, als ik dom ben, ik dood mensen. Ik ben maar je gaat niet dood. De clown is nog liever, hoor. Ik zit verstopt tussen isomoplaten en alles kraakt hier. Het is echt creepy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waarom doen jullie de deur zo snel open? Ga maar, ik volg jullie. Ik ga echt niet als eerste. Ik ga ook niet als laatste. Ze zijn mij aan het zoeken. We zijn nog met 4. Allee, jij. Nee, mijn ogen schijnen. Jongen. Ik ben blind. Ik zeg. Nee, hij is daar langs achter, hè. Ik hoor een kip geluid. Ik ga echt niet alleen blijven. Nou, ik blijf niet alleen. Als ze getikt worden door de clown, moeten ze dus 3 minuten... weg. En volgens mij hebben ze zelfs veel te veel schrik om mij te zoeken. Ik ben hier weg. Waarom? Wat zijn jullie allemaal van mij? Als jij hier komt, zijn we eraan. Hij is daar. Ik ga mijn licht uit doen. Maar nou. Hier zit ik dus. Hierachter. Helemaal opgesloten. Very good, very nice. Mopje. Maar ja, die hoort ook direct waar wij zijn, hè. Echt aan de hel. Sorry. Zijn ze mij zelfs aan het zoeken? Ik denk het wel. Wow. Wacht, geen grap. Schijn ik naar daar, recht voor u. Oh. Het
terwijl ik hier toch helemaal alleen zit, heb ik een leuke vraag voor jullie. Reageer. Welk liedje ik ga neurien? Laat het weten in de reacties. Laura, ik blijf met mij, hè. Oprechte. Ja, als ik ga wel lopen, hè. Laura, je laat me niet alleen. Onze pakt. Nee, maar als hij daar is, loop ik. En daar is er wel een kotje, hè. Kom, we gaan eens kijken in dat pakt. Oké, go. Ik ga... Twee moeten hier op de uitkijk staan. Ik zal achterkijken. Ja, ik zal naar hier kijken. Okay. Wij zijn van voor. Wij zijn de front. En eerlijk zijn, hè. Niet roepen, hè. Ja, sorry, maar als ik die zie, ga ik sowieso roepen. Die zeggen dat hij er zit als een... Nee. Laura, kijk, hè, ik wist het. Wat, zo'n hoofd fietsen? Als hij nu komt zitten, vast. Hé, maar Laura durft, hè. Ik hoor alleen maar A en O, maar niemand die mij zoekt. Nu weer. Waar is dat hier allemaal om te laten dingen vallen? Waarom ben ik niet Michiel? Ik wil mij verstoppen. Ik wil mij ook verstoppen. De redactie heeft dat weer beslist, zeker? Ik ga je fiets pakken. Oké, hij eerst. Nee, ik ben de kleinste. Heb je daar geen licht op? Oh my god, hij moet gaan als eerste. Ik word gestopt! Is het waar of ik word daar niet gestopt? Doe je licht eruit! Kom, we moeten gaan! Ma, ja, hoezo we moeten gaan? Is daar? Of was dat een prank? Ja, weet ik niet, maar... Laura. Het was een prank. Ik ga jullie nooit pranken, want ik ben zelf zo bang. Het zou wel leuk zijn mocht er plots iemand mij vinden. Dan verstopt hij samen met mij. Misschien moet ik gewoon iemand halen. Als iemand me vindt, zou ik blij zijn! Dat ik hier niet meer alleen zit. Ik hoorde een heel, denk ik. Oh nee. Er staat hier een sneeuwman. Een sneeuwman. Ik ben bang. Laura, laat mij niet alleen. Ja, nee. Hij is daar, hè, ja. Ik ben echt bang. En als we in groep blijven, dan is er niemand laatst, hè? Ja, echt, hè? Ik vind dat ook. Oh-oh. Nu zijn we echt al dicht. Zijn. Ik heb die fiets op de grond gezien. Van waar kwam? Kom, we moeten aan. Het is toch plots voor mij. Niet van mij. Wat is die sneeuwman? Waarom is die sneeuwman daar? Ik voel mij niet meer hoe. Hij heeft ons echt in de haten, hè. Die sneeuwman, hè. Nu moeten we gaan. Ja, en kijk naar waar die gaat. Waar is Ize? Naar waar is ze gegaan? Is ze niet gepakt? Ik weet het niet. Ize? Ik ben helemaal alleen weg. Michiel, Michiel, Michiel. Ja? Kom, please, stik mij. Waar zit je? Kom staan, kom hier, kom hier, kom hier. Yes. Oh, ik ben zo blij. Oh, ik ben zo blij. Ik hoorde hier iemand lopen. Het is zo grappig. Stil. Maar nu moet ik wel naar de clown bellen. Zou Isa getikt zijn of niet? We zijn wel nog altijd met vie. Hallo, clown. Iemand zit bij mij, dus je mag geluidmaker aan het papiertje naar 3 doen in plaats van 4. Doei. De clown is echt stil. Ize! Cornelly! Mijn fiets ligt daar. Maar ik zie echt dat hij hier ergens tussen zit of zo. Ze weet dat die loopt. Dat is dat, dat! Oh nee, oh nee! Nee, dat! We hebben hier nooit vinden. We waren in groep. En één keer komt de clown voor ons. En iedereen loopt naar achter. En ik liep naar voren. En ik dacht... Wie had die getikt? Dat heb ik echt niet gezien. Ik ben gewoon weggelopen. Hebben we dat geluid al gehoord? Van dat er nog maar 3 zoekers zijn? Nee. Maar we zitten wel echt ver. Dus misschien is dat wel al geweest. Ik zal de clown nog eens bellen. Maar die liep... Die mag niet lopen. Die mag niet lopen, hè. Hij is hier, hè. Ira, hij is hier. Hallo! Laura. Ja, Isen is getikt. Echt? Isen is getikt. Maar waar is dat? Waar zijn wij nu? Snel naar van achter lopen. Waar is die clown? Hij is bezig, denk ik. Nee, maar hij is blaadjes aan het veranderen. Laura! Maar ja, die komt naar mij, wat moet ik doen? De mailbox van de clown. De clown neemt zijn job te serieus. Ja, er hangt een blaadje met 3. Maar die sneeuwman. Hey clown, heb je het papiertje al verhangen van 4 naar 3? Yes, thank you. Oké, okay, heeft iemand het al gezien? Ja, allemaal. Oké, okay, succes, clown. Oh. Waar kwam? Dat hoorde
Dat zijn geluidje. Maar waarom heeft hij ook zo'n kip? Dat is Trixie haar speeltje. Misschien moeten wij stil zijn. Ja, ze komt vermoorden. Niet duwen! Ik ga langs de kant, ik ga kijken. Iedereen heeft te veel schrik. Ja, maar het is echt eng hoor. Ja, ik zag het, ik zag het. Hij doet het echt goed, de clown. De clown doet zijn job goed. Ja. Die sneeuwman is echt eng. Ja. Maar ik denk dat we in één sprint naar van achter is. Maar ik niet. Nee. Kijk maar, Laura. Is er... Kom, ga lopen. Ja, ik denk ook maar lopen. Clown. Laura, kom. Licht uit. We zitten vast. Celine, ze zijn een ander magazijn. Ben je alleen? Ja. Nee! Ik ben het licht. Ik ben wakker. Oh, dat wil zeggen dat ik 3 minuten straftijd heb. Ben je alleen? Ja. Maar... U ligt uit. De clown is hier. Ja, maar kom. Dat is grappig. Hoorde jou, dus ik zei, kom bij mij. Ja. Want ja, ik heb ook nood aan mensen. Ja. Ja, maar je werd net getikt, dus de clown gaat woest zijn op jou. Ja. Dat je niet jouw straf hebt gedaan. Ik zie daar iemand. Waar? Daar, doe je licht uit, niet zo mijn ogen schijnen. Daar is iemand. Laura, wie is het? Kijk gewoon wie het is. Het is een clown. De clown was achter ons aan het lopen en ik zei, kom, we moeten sprinten. Dus ze zei, jongen. Beginnen lopen. Maar jullie pieten als één. Zo samen en ik ben als één. Net als iets. Net hetzelfde. Ik ben ook alleen naar hier gekomen. Want ik was gewoon in paniek. Ja. Maar het was echt eng. En die zit heel de tijd de sneeuwman voor ons. Die wat, clown. Sneeuwman? Ik heb hem nog niet gezien. Oké, maar ik moet nu de clown bellen. Nee, laat mij niet! Laat mij worden vast! Man, toch! Ik kan dit niet! Hallo, clown. Hallo, ja. Er zit iemand bij mij. Dus er zijn nog maar 2 zoekers. Persoon, dat is Celine, ja. Ik heb haar getikt, hè. Oh. En wat is de straf? Hij gaat je komen halen. Maar je weet ons niet zitten, hè, clown? Oh, jawel, hoor. Weet je, zit. Dat is hier een safe. Leg dat. Ik dacht dat Celine getikt was, maar ik denk dat ze bij Michiel is of zo. Ik ga alleen zijn. Maar wat is 3 minuten? De clown is hiernaast. Ontsnappingspoging van Celine. Doe je? Oh. Is het 3 minuten? Oké, ik denk het wel. Gosh. Kom eraf. Is dat Michiel? Hier, snel! Run! Nee, hij wil ja! Run! Ze is weg! Ik wil echt niet alleen. Controleer? Ja, alweer. Ja. Dank wel. De clown is vertrokken. Oh, de clown is crazy. Ça va? Ik was zo dichtbij. Als die 3 minuten om zijn, ga ik gewoon supersnel terug naar Michiel lopen. Wat is er gebeurd? De clown die... Oh, nee. Die is gevallen. Daarvoor, hè. Celine is gewoon weg. Als ze naar safe zone komen en terugkomen dan. Ja, eigenlijk als ze dat doet, kan de clown niet meer boos zijn. Hè. Nu we hier toch zitten, gaan we voor 12.323 likes. En als we die halen, doen we het nog eens. Maar dan gaat iemand anders verstoppen. Ik vind het wel echt leuk, maar heel spannend. En wel eng, want de clown is echt eng. We kunnen nog eens roepen, hè. Shh. Laura! Ah! Oh, maar... Oh. Oh. Je kunt niet gillen zijn.
Waar is Michiel? Hij zat te wachten, want Laura die schijnde. En dan hoorde ik, ah, en ik zag gelijk Michiel zitten. Maar dan had de klam getikt en dan zag ik, kwam ik. En Laura, dan hoorde ik hier tingeling en ik keek het aan maar twee mensen. Laura is weg. Ja, staan er maar twee mensen, Laura en Ise. Maar het ding is, om het te samen blijven, want ik durf hier niet alleen te lopen, ze. Ja, mijn tijd zit erop. Twee. Maar nu vraag ik mij af. Hoor ik bij die twee of is Laura nu bij Michiel? Wij zitten bij die twee, hè. Uh-oh. Maar het ding is, ik wil hier niet alleen lopen, want ik ga mijn broek doen. Je moet gewoon doorlopen, echt waar. Ja, doorlopen. Als ik doorloop, dan is het daar. En dan zie ik gewoon niks meer. Dit is echt eng. Maar Laura weet niet dat ik Michiel al heb gezien. En ik ga het ook niet zeggen. Maar even serieus. Er is niemand mee aan het zoeken, hè. Céline, waar is ze? Het is 10 minuten geleden. Heeft die clown ze allemaal opgegeten, of wat? Céline, weet waar we zitten? Ja, maar het is 10 minuten geleden. Dat is een creepy ding. Oh, zijn haar ligt daar. Céline! Ja, wacht, ik zeg toch maar wat ik zie. Zijn haar ligt hier. Best eng. Hier. Ja, ik zie hem hier al staan, hè. Of is dat iemand anders? Ah nee, oké, dat is niks, maar dat is geel. Céline! Ah, dat kan niet! Wat is dit? Die kruipte! Die kruipte! Michiel! Ja, Michiel! Doe mij niet tikken, Céline zit hier ook naar huis. Kijk, hij staat gewoon recht voor mij. Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven. Michiel, ik weet waar je zit. Naast mij. Want de klauw staat voor mij. Help, ik heb gevonden. Michiel, is er naast mij. Oh, wat is dit? Waar is Laura? Oh, doe dicht. Schuif dicht. Nee! Dat van mij, die man. Wat doe ik mijn leven zonder anderen? Goed gedaan, hè. Kleine Laura, we wisten niet dat ik jou al had gezien. Ja, I know. Nu moet ik hier 3 minuten zitten. Ik ga even van mijn water drinken. Céline is hier. Ja. Maar er zijn een aantal problemen. Probleem 1. De clown die heeft zijn voet gebroken. Daarom is hij zo aan het... Ja. Is dat daar in zijn rol? Nee, dat is niet in zijn rol. Die sprong eraf. Een minuut op de grond. Ja. Oh nee. Ja. Maar de clown zei, ik moet verder doen. Het zal trouwens niet gebroken zijn, maar het zag er niet gezond uit. Probleem 2. Grote Laura nergens te bespeuren. Hij stond hier. Hallo, clown. Waar zijn het nog? De twee Laura's. Oké, hoe is het met je voet? Goed, een beetje manken was het. Céline zegt, ik dacht dat de clown aan het manken was in zijn rol. Ik zeg, nee, die is echt geblesseerd. De clown kan lachen. Dus twee Laura's, maar ik kan je wel één ding zeggen. 1 Laura is verstopt en 1 Laura weet waar we zitten. Verder zeg ik niets. Succes, clown. Ik weet waar de andere Laura zit. Oh. Oh. Die ligt gewoon af. Ja, maar daarnet was het ook zo. Volgens mij is het grote Laura. Weet je, ik zit al de hele tijd daar langs achter waar ik alleen was. Ik dacht dat je Michiel daar had gezien. Nee. Dus ik zeg tegen Céline, Michiel zit daar. Nee, hij zit er niet. Hij heeft zijn voet omgeslaan, hè. De clown. Het is daarom dat hij zo mankt, hè. Waarom kon hij dan lopen achter mij? Hij mocht niet, hij mag. Is er nog iemand? Een jongen. Oh. Wat doet hier? Ja, die is eigenaar van dit. Oh, die jongen. En die helpt Laura, de kleine. Oh. Die zegt zo, links is goed, rechts is goed. Ja. Zo. Want Laura is echt bang. En nog eens hier. Ja, hij is aan het fietsen op een fiets. Wat de heck. Hij was het op een fiets. Dat is echt eng. Kom, we gaan gewoon aan. We gaan. Stil. Stop mij roepen, man. Stop eens mij roepen. Nee! Ik vind dat niet grappig, hè? Met... Claudia is op de fiets! Ah, Laura, ik schrik van u. Dat is op Hester. Die clown zit op de fiets. Ik zag hem. Wat heb je gezien? Een clown op een fiets. Die kan niet meer stappen, die zit op de fiets. Hallo! Ik heb jullie gevonden. Wie is dat? Laura, kom hier. Laura, 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 Laura,
Oh, waarom gebeurt dat? Dus ik moet wel zeggen, proficiat. Ja. Jullie zijn het winning team. Laura heeft genoeg schrik gehad, dus wij kunnen ze samen gaan zoeken, toch? Ja, ja, ja. Let's go. Oh ja, het is wel helemaal anders als je hier staat. Ik zie geen knal. Oh nee. Je meent dat niet. Oh my god. Nee! Help, ik ben bang. Laura! Laura! Die clown zet die fiets voor waar ik sta, dan blijft ze daar zo staan. En dan dacht ik, ga stil zijn, ik loop tegen iets, toch? Ja, maar je had wel heel de tijd iemand bij jou, hè? Ja. Wil je dat niet vertellen? Een insider! Nog een clown. Ize, proficiat, jij was als eerste bij mij. Kleine Laura, helaas, heb jij de challenge verloren. Dus de clown, die gaat nu 5 minuten alleen met jou in dit magazijn verstoppertje spelen. Bedankt om te kijken en wij zien jullie in de volgende video. Peace! En hij is er al.